De reden van de schorsing nu is om de advocaten de kans te geven kennis te nemen van die resolutie. Dus je wil natuurlijk iedereen dezelfde kansen geven. Het OM heeft de resolutie in handen, het krijgsraad heeft het in handen, dus ook de advocaat heeft het. Dus in feite wat de rechter heeft gezegd, dat beide partijen, zowel OM als de verdachte, in casu hun advocaten, kennis moeten nemen van die resolutie. En dan zal de krijgsraad met een uitspraak komen. Dit komt neer op dat de zaak gewoon doorgaat? Vooralsnog gaat de zaak gewoon door. Dus er is van stopzetting op dit moment geen sprake. Wat was de eis van de auditeur militair? Nou, hij heeft geen eis gesteld. Hij heeft expliciet gezegd dat hij zijn requisitoor niet houdt. Hij heeft slechts een verzoek. En zijn verzoek is om de strafzaak te beëindigen. Naar mijn mening heeft de vervolgingsambtenaar al gerequireerd. Omdat ik geen mogelijkheid zie dat hij, de wetgever geeft hem de mogelijkheid om een keer aan het woord te komen. En daarna de verdediging en daarna moet er een beslissing komen. En naar mijn mening heeft hij al gerequireerd. Waarom is dat zo belangrijk, dat al zijn requisitoor zou zijn geweest vandaag? Omdat dat zijn eis is. Zijn eis is om stopzetting van het proces. Daarom is het belangrijk. Maar hij heeft duidelijk gezegd dat het niet zijn requisitoor was. Dat zegt hij, maar hij heeft geen andere mogelijkheid. Kortom, de regering beveelt aan de PG om de zaak te beëindigen. Een bevel dat de PG dus wat mij betreft niet kan uitvoeren, want niet de PG heeft een rechtszaak, de krijgsraad. De regering heeft zich opnieuw heeft gezondigd aan het artikel 131 grondwet, 131 lid 3. Dat is inmenging in een lopende rechtszaak. De regering heeft niet het recht om de rechter te dwingen tot stopzetten van welk proces dan ook. Dat is wat, zo moet je het uitleggen en niets anders. Ik vind dat mensen lullen over dat woord inmenging. Laat iemand een keer tegen u zeggen wat onder inmenging wordt verstaan. Maar dat gelul over inmenging. Dat kan best, maar ik neem het niet terug. U kunt me dat niet zeggen, toch? Ik ben toch niet in dienst van u? Maar u kunt toch ook niet zo praten? Meneer Kanhai. Ik kan daar niets aan doen, hoor. Laat iemand een keer zeggen wat ze onder inmenging verstaan. Heeft iemand u een keer gezegd? Iedereen praat over inmengen, inmengen, inmengen. Laat iemand u een keer zeggen, onder inmenging wordt verstaan. En dan komen die woorden. En dan kunnen we daarover nadenken. Maar nu, ik versta iets anders over inmenging. Dit is weer een schoolvoorbeeld van inmenging, ja. Absoluut. Maar laten we zeggen, het constitutioneel hof is er nog niet. Dus die zal zich daar, als ze er zijn, daarover buigen. Want dit betreft niet artikel 5. Maar het betreft wel een schending van een verdrag. Dus ik denk dat de krijgsraad met exact dezelfde argumenten als in het vonnis van 9 juni, met diezelfde argumenten kan de krijgsraad ook deze resolutie terzijde schuiven. Waarom hoort de verdachte Bouters, de hoofdverdachte Bouters, niet gewoon zeg maar de uitspraak van de rechter aan als hij meent onschuldig te zijn? Meneer, er is nu op dit moment is er een resolutie. En in die resolutie is er iets aangegeven. Wat er is aangegeven weet ik nog niet, omdat ik het niet ken. En die resolutie is tot stand gekomen op grond van de grondwet. U moet me aangeven waar de heer Bouters in strijd met de wet handelt. Op welk moment handelt hij in strijd met de wet? Artikel 148 dan? 148 spreekt over het moment dat er staatsveiligheid in het geding is. Als staatsveiligheid in het geding is, dan mag de regering, wat ze hebben gedaan, de PG vragen om te onderzoeken en actie te nemen in verband met die staatsveiligheid. Ja. Wat we dus hebben gemist, is dat de PG onderzoek doet naar de aard van die staatsveiligheid. En daarvoor zit een PG. Die moet gaan onderzoeken, is hier sprake van staatsveiligheid. Dus dat is nog niet gedefinieerd? Er is een opdracht gegeven en niet gevraagd om onderzoek. Dus er is eigenlijk ook niet conform 148 gehandeld. Er is nooit reden geweest voor de toepassing van dit artikel in de 8 december moorden. Behalve misschien toen die moorden gepleegd werden. Want die strafbare feiten hebben toen misschien de veiligheid wel in gevaar gebracht. En toen was er misschien wel reden voor zo'n bevel. Maar nu de strafbare feiten inmiddels in de fase van berechting zijn, is dat de fase waarin we nu zitten. Meneer Kanhai, de zaak gaat gewoon door. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik geloof dat de krijgsraad nu een beslissing moet geven. En die beslissing is afhankelijk van het requisitoor dat reeds gehouden is.
En afhankelijk van dat requisitoor gaat de krijgsraad beraadslagen. En wat ze overwegen in een beraadslaging, dat zien we dan wel komen. Bestaat de mogelijkheid dat deze rechtszaak volledig gestopt wordt? Als ik die resolutie zo hoor, wat ik vandaag in de rechtszaal gehoord heb, en als dat het bevel is, en dat is het requisitoor, en het requisitoor vordert die vervolgingsambtenaar om de zaak te stoppen, dan lijkt het me dat het zo gestopt kan worden, ja. Het kan dus moeilijk gaan worden voor het proces? Nee, misschien voor de auditeur militair natuurlijk. Als hij persoonlijk een andere mening heeft dan hij als bevel krijgt. Maar op zichzelf heeft dat voor het proces niet zoveel betekenis. Het proces is in het stadium van berechting. En over berechting gaat de rechter. Niet de openbaar ministerie, niet de regering, niet het parlement. Over berechting gaat de rechter. Dus zonder de auditeur militair zou het voortgang kunnen vinden, zegt u? Absoluut. Is het eerste stadium beroep gedaan op artikel 148? Een te laat stadium? Nee, het is niet zozeer een te laat stadium, maar dan zou je inhouden dat er ooit, dan zou je ervan moeten uitgaan dat er ooit wel reden was. Alleen nu is het te laat. Er is nooit reden geweest voor de toepassing van dit artikel in de 8 december moorden. Misschien, behalve misschien toen die moorden gepleegd werden. Want die strafbare feiten hebben toen misschien de veiligheid wel in gevaar gebracht. En toen was er misschien wel reden voor zo'n bevel. Maar nu de strafbare feiten inmiddels in de fase van berechting zijn, is dat de fase waarin we nu zitten.